Ik merk gewoon dat ik bij de sessies heel veel nieuwe dingen leer. Ook heel veel dingen die ik niet had verwacht. En zoals ik zei, ook veel dingen die, waar je soms wel verschrikt. En ik denk dat dat juist ook een mooi ding is aan een sessie. Het is niet puur alleen informeren, maar het is ook informeren van juist dat. Wat je niet zo snel leest of hoort. Dus mijn deelname tot nu toe bevalt zeker heel goed. Absoluut, zeker. Mijn naam is Eirof van Daan. Sinds december ben ik nu officieel 22 jaar. Ik zeg zelf altijd dat ik uit het beste van twee steden kom. Ik ben voornamelijk getogen in Leeuwarden, maar mijn vader die woonde altijd in Amsterdam. Dus daar was ik ook vooral in de weekenden, vakanties, noem het allemaal maar op. Ik ben van mezelf echt enthousiast. Vooral ook positiviteit, maar ik denk dat ik eigenlijk vooral mijn eigen ervaring mee wil nemen. Ik ben in krachtwijken opgegroeid. En dan zie je natuurlijk bepaalde dingen wat aan de bovenkant van de samenleving niet altijd gezien wordt. En als ik keek naar wat de fout was en mijn eigen input gaf aan wat er echt veranderd moet worden in de samenleving, dan komt de PvdA als partij daar gewoon echt bovenuit. En helemaal gewoon als het gaat om doelstellingen, hoe staan we erin en voor wie staan we klaar? Ja, PvdA was daar voor mij gewoon echt de perfect match in. Ik heb nu de eerste dag ook best veel meegekregen over onderwerpen waarvan ik dacht van, oh, ik dacht dat het eigenlijk best wel goed zat, maar dan kom je onder die ijsberg en dan zie je dat er heel veel dingen nog fout waren. Ik denk ook vooral veel netwerken. Ik wil juist echt nieuwe mensen leren kennen binnen de partij. Ik vind het ook juist leuk om te socialiseren met mensen die gewoon echt hetzelfde erin staan als mij. Het is natuurlijk aan ons om een nieuwe generatie PvdA's binnen te brengen. Ja, en ik ben heel blij dat ik daar ook gewoon een deel aan kan bijdragen. Voordat ik begon en voordat ik ook gewoon de informatiesessie deed over de Academy, dacht ik dat het eigenlijk heel veel skill-based zou zijn. En dat je vooral eigenlijk veel vaardigheden zou leren. Politieke vaardigheden, dus hoe schrijf je een motie, hoe dien je die in, spreken als een leider, noem het allemaal op. En heel eerlijk gezegd, toen deed ik de informatiesessie en toen werd al heel snel verteld van nou, het is wel vooral echt gebaseerd op informatie. En je gaat elkaar ook informatie verschaffen, je gaat andere delen van Nederland zien. En heel eerlijk gezegd ben ik nu wel blijer dat het informatief is. En dus dat was eigenlijk dus totaal niet mijn verwachting. Maar ik ben wel blij dat dat nu de realiteit is geworden. Want eerlijk gezegd, nu de kennis die ik hier krijg, dit zijn eigenlijk gewoon workshops waar misschien bedrijven heel veel geld voor zouden betalen. Wat wij nu gewoon met een groepje van 4, 5 man gewoon zo neerzetten. Met de connecties van de partij. En het is ook heel mooi dat je dat echt kan utiliseren. Dat je dat echt kan gebruiken. Dan hadden we de laatste sessie en het ging eigenlijk over echt discriminatie in Nederland. Er waren bepaalde cases uit vroeger en dan hebben we het echt puur over Nederland. Die mij zo erg hadden laten schrikken. En waar je dan ook achter komt, is dat het nog niet zo super lang geleden is. Bijvoorbeeld dat gewoon een groepje Surinamers wordt gepakt, met witte verf eigenlijk overheen wordt gespoten. En dat het dan eigenlijk wordt gezien als een manier van inburgering vroeger. Voor bepaalde groepen was dit gewoon echt een methode om te pesten. En gewoon echt, ja, zoals ik zei, een inburgering. En dat had mij zo erg laten schrikken. En ik merkte ook wel dat ik daar van binnen toen wel een beetje emotioneel van wordt. Want ik dacht, ja, we praten ook eigenlijk over nog niet eens meer dan 40 jaar geleden dat dit was gebeurd. Dat heeft mij heel erg laten schrikken. Maar tegelijkertijd inderdaad vind ik het ook wel heel mooi de krachten die bij de sessies vooruitkomen. Wat je ziet is dat de Academy wel echt van alle verschillende stromingen komt. Alle verschillende provincies en allemaal verschillende soorten mensen. En dat vind ik heel mooi om te zien. Gewoon echt mensen met gewoon een sociaal hart. En iedereen heeft echt een sociaal hart, gewoon een rood sociaal hart. Maar toch, zeg maar, als je ons naast elkaar zou zetten, zou je niet zo snel zeggen, oh, dat is gewoon een vriendengroep. Vaak is het wel een beetje soort zoekt soort. En nu zie je gewoon echt mensen van alle verschillende lagen, maar toch puur omdat ze hetzelfde doel, dezelfde visie en hetzelfde hart hebben, dat ze toch wel echt een bepaalde eenheid uitstralen. Maar echt die samenhorigheid vanuit juist die verschillen, dat heeft mij wel echt heel verrast. Er komen natuurlijk ook bepaalde uitdagingen en er komen natuurlijk ook gewoon bepaalde hobbels in de weg. Maar wat ik wel mooi vind is dat je ook juist door de Academy heel mooi leert hoe je met dat soort situaties omgaat. Ik merk eerlijk gezegd, zeg maar, iedereen heeft er zin in.
En iedereen heeft er ook gewoon een goed gevoel over. Dus we willen ook gewoon wat moois neerzetten. We willen ook gewoon echt, niet alleen voor Academy-leden, maar ook gewoon voor buiten de Academy. We willen ook gewoon echt moois laten zien van, kijk, dit is de Academy en dit is wat we doen. En eigenlijk gewoon zoveel mogelijk mensen daarin meenemen.